zou je wat vertellen. Dat vind ik heel erg mooi. Perfect. Heel erg mooi. Je hebt me niet blijer kunnen maken. Hallo en welkom bij de Q&A. Laten we beginnen. Heel veel mensen willen weten hoe ik aan de naam Gebakken Lucht gekomen ben. Die heb ik op straat gevonden. Prank! Het zit zo. Het kanaal heette eerst Klik hier en krijg gratis lucht. Dat is later verkort tot Gebakken Lucht. Wendy wil weten hoe ik heet. Jeroen! 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 Man! Shout naar Jeroen. Twisted Nightcore vraagt: hoe lang doe je al YouTube? Sinds 20 maart 2015. En wanneer wil je ermee gaan stoppen? Wij zijn Gebakken Lucht. En we stoppen nooit! Leslie vraagt of smikkelkaas kut is. What the fuck is smikkelkaas? Like is Gebakken Lucht negeren Snapking. Een aantal mensen vraagt hoeveel ik met YouTube verdien. $0.17 per 1000 views. Smikkelplace vraagt: wie wil je liever ontmoeten, Fifalo, Sophie of Robbie? Mark. Nee, dat verdien ik niet. De Dutch Gamer vraagt: wat is je lievelingsliedje? Dustinkomen vraagt: waar haal je je video's vandaan? Bij de Lidl gekocht. Altijd hard 403, met een plaatje van een minion. Vraagt: kan je een tosti maken? Ja. Zeker weten? Ja. Zo, die laten we nu even lekker koken. Laten we ondertussen verder gaan met de vragen. Jilmar vraagt: hoe heb je 150.000 subs gekregen? Nou Jilmar, dat zal ik je eens haar fijn uitleggen. Je komt aan 150.000 abonnees door hard te werken en regelmatig te uploaden, maar het belangrijkste is dat je het leuk vindt om video's te maken. Dr. Power 6 vraagt of deze vraag beantwoord wordt. Ja. Dr. Bruinbeer vraagt of hij kaas mag. Oh nee! Oh nee! Tycho Frens vraagt: wat is je lievelingseten? Chocoladesap in blik. Keukenrol. 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 Neem zoveel mogelijk keukenrol mee en zorg alsjeblieft dat het over datum is, hè, want het moet niet gezond zijn. Keukenrol. 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 Oké. Laten we maar eens even bij de tosti gaan kijken. All around me are familiar faces. Lekker. Nou smekelberen, dat was het weer voor vandaag. Laat in de reacties weten waar de volgende remix van moet zijn. Doei.